Hallo iedereen, luister kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is Onno. Vandaag spelen we weer Satisfactory. We zijn weer in ons wereldje beland. Waar we de vorige keer... Waar we de vorige keer gebleven waren. Wij hadden hier een plekje, een mooi plekje gevonden. Met drie ijzeren punten daar. Daar beton, hier beton. En daarboven koper. Het koper hebben we laten produceren tot koperdraad. En dat hebben we zo naar beneden laten lopen. Zo in deze kast. Dus nice. Prima. Ik doe het wel een pakje trouwens op. Ik doe het lekker terug. Wij hebben nog een plekje voor het ijzer. Hebben we nog over. Dus dat is sowieso een dingetje wat we misschien kunnen doen. We hebben hier ook nog beton over. Dat wil ik ook even zeker doen. Ga ik nu doen, zodat het vast kan beginnen met produceren. Dus ik doe gewoon zoiets, I guess. En dan doe ik smelter. Ik heb koperdraad nodig, jongen. Zo, dan hebben we de mine, dan hebben we de koperdraad. Huppatee. Kijk, dan kunnen we ook weer een nieuwe challenge krijgen. Waar gaan we nu voor? Wij hebben base building niet gedaan en field research. Ik denk dat we nu... Milestone exchange concluded. Fixed. Goed zo. Ik denk dat ik nu voor de foundations en zo wil gaan. Dat is gewoon handig. Dus select milestone. Nou moeten we dingen verzamelen wat er nu in moet. Dus ik... Dumpel vast erin wat ik had. Eentje hebben we dus al gecomplete. Dit zijn die iron plates. De rest moeten we nu doen. Dus, oh kut, nou heb ik die andere. Goed. Ja. Ik wil dus hier nog een iron spot gaan gebruiken. Ik denk vooral voor screws. Dat is best wel belangrijk. Dat komt later vooral heel veel voor. En... ja, dat is gewoon super handig om te hebben. We doen deze hier, waarbij we deze connecten. Die. Wacht, nee, dit is een smelter, die hebben we niet nodig. Wij hebben een constructor nodig. En daar hebben we kabels voor nodig, en dat hebben we niet. Maar van het koperdraad kan je weer kabels craften. Dus ja, dat maak ik. Oh nee, kabels. Maar kabeltjes maken. Nice. Ah, dit gaat al lekker. Dit gaat al lekker. Dus we maken een constructor. Constructor. De partij die zetten wij hier neer. Met. Oh, dat is de stijl. Jezus Christus. Zo dan. Met in de maak concrete. Dan moeten we even wat... stroom aanleggen, dus zetten we er hier gewoon eentje neer. Hup, hup. En de storage container zetten we hier ook neer. Ik zet wel even hier neer dan. Huppatee. Mooi, dan komt dit allemaal daarin. Hey, one of your power grids has shut down. Oh shit, oké, okay, kijk, dat is dus een dingetje nu. We hebben dus nu geen stroom, omdat we te veel stroom gebruiken. Dus moeten we nog een stroom power aanmaker neerzetten. En die dan weer connecten natuurlijk. Even kijken. Deze wil ik afbreken. Wacht even hoor. En dan één kabel. Gewoon er echt paal naast. Dan kunnen we die voor die gebruiken. En die voor die. Dan drukken we nog één keer de hendel over. En dan gaat alles weer aan. Dan moet ik wel snel zorgen dat ik weer brandstof ga maken. Dus dit heb ik nodig. Ja, moet even snel gebeuren. Even plukken dus. Ja. Oeh, daar moet ik wel heel snel mee zijn. Ja, dit moeten we nog even voor een tijdje moeten we dit volhouden.
Aangezien wij nog geen kool als brandstof hebben. Wat we later wel krijgen daarentegen. Maar dat krijg je pas als je water kan gebruiken als brandstof. Dan haal je kool uit de grond. En dan kan je dat... Goed, lastig uitleggen. We gaan het allemaal later wel zien. Nu even wat blaadjes plukken. Ja, dit gaat wel lekker hoor, tot nu toe. Ik wil ook... Kijk, nu zijn we voor base building zijn we er aan het gaan. Maar ik wil binnenkort conveyor belt MK2. Dat het in dat de lopende banden sneller gaan. En dat is echt super handig. Wat je er ook bij krijgt is een soort van laagje waar je twee lopende banden op elkaar kan stapelen. En dat is super handig. Je bespaart er gewoon super veel ruimte mee. Ja, het is gewoon chill om te hebben. Moeten we gewoon hebben. Het concrete is nu lekker aan de gang. Dus dat is ook nice. Ik maak nog even wat biomass. Zodat wij dat zo lekker in die biomass dingen kunnen douwen. Nice. Hier dump ik weer even wat troep. Nou, troep, dit is geen troep, maar... We hebben het nu niet nodig. Dit is niet. Dit ook niet. Oké. Okay. We zouden later hier ook nog eentje bij moeten hebben. Maar dat komt nog wel. Doe er maar 100 hierin. En... 100 hierin. Doe het maar. Goed. Dus nu hebben we... IJzer, koper en... beton. Dus we hebben in principe alles wat we zouden moeten hebben. Nou gaat dat beton best langzaam. Dus ik zat er sowieso aan te denken om daar dat beton daar naartoe te brengen. Ik denk dat wel een slim plan is om, eerlijk te zijn. En die schroeven, die wil ik ook alvast gaan maken. Dus, maar we hebben geen miners meer. Zoals je rechtsonder kan zien, we hebben de plates, we hebben de concrete, maar geen miners. En die miners die krijgen we in het begin gratis. Dus wat moeten we doen? Wij moeten een equipment workshop neerzetten. En nou kunnen we gewoon nog meer miners maken. Maar ik heb twee. Eentje voor die iron spot en eentje voor die concrete spot. Miner heb ik, smelter heb ik, constructor heb ik niet. En ik heb meer kabels nodig. Goed. Daar is mijn ook nog bij. Even kijken, daar heb ik screws voor nodig. Ja, kijk. Dus nu gaan we die base building afronden. Als we dat hebben gedaan... Kijk, dan wil ik voor deze gaan. Tier 2 en dan part assembly. Dan kunnen we automatisch die reinforced plates laten aanmaken. En dat is gewoon super chill. Dat hebben we nodig. Dus ja, dat is ons doel voor nu. Goed, ik heb nu de spullen voor een miner. Geen smelter, daar heb ik nog copper wire voor nodig. Kijk, nu gaat die productie wat langzamer. Gaat het nog wel sneller. Maar het liefst hebben we nog een koper spot nodig. Ik weet niet of er eentje dichtbij is. Ik weet wel, vorige aflevering was daar een tunnel. Die ging dan zo helemaal naar boven. En aan de andere kant van deze berg zit nog meer iron. Nu hebben we dat toch echt nog niet nodig hoor. Maar in de toekomst kan dat echt heel handig zijn. Dus dat moeten we gewoon onthouden. Die zetten we neer. Dan zetten we ook nog eens deze neer. En natuurlijk deze. Deze maken we... deze maken we iron ingots.
van die iron ingots maken we iron rods. Dan hebben we nog een constructor nodig. Zet die draai dan even om. En dan zeggen we tegen die van, jij gaat screws maken. Waarschijnlijk hebben we dan nog een biomass dinges nodig. Want dit zijn best wel veel machines in één keer. En dan wil ik deze onswitchen. Deze gaan iron plates maken. En deze gaan iron rods maken. Dat doe ik puur omdat als we straks die assembler hebben, dan kunnen we hier die iron plates met iron rods samenvoegen. Met screws bedoel ik. En dan kunnen we platen maken. Allemaal heel ingewikkeld, I know. Maar ja, jullie zien het later allemaal wel. Ik weet niet of het in deze aflevering gaat lukken. Maar hey, het komt goed. Ik wil dan hier nog een paal neerzetten. Die zet de stroom, die zet de stroom. Hier maken we nog even een paal. Zo. Nou, dan zou er zo waarschijnlijk het stroom wel uitgaan. Hopelijk niet. Oh, daar is nog zo'n slak. Ja, ik weet nou nog steeds niet echt precies. Ik speel het al een tijdje, maar ik weet nou nog steeds niet precies wat zo'n slak doet. Heel goed. Dus dat is ook wel een dingetje wat we waarschijnlijk deze serie ook even kunnen uitvinden. Neem hem lekker mee hoor. Blue Power Slug. Ik zal nog even kijken wat we hier allemaal hebben. We hebben hier limestone, die zit daar eentje. Ja, daar eentje. Daar nog een paar, maar daar is te ver weg. Iron, nou, iron is niet zo belangrijk meer. Dat zit hier, daar achter die berg zit nog wat. Zie. Maar koper, daar ben ik wel benieuwd naar, want daar zat terrein. En blijkbaar daar nog ergens, maar dat is waarschijnlijk weer heel ver weg. Dus zoals het er nu uitziet, hebben wij als enige koperproductie dat. Maar dat kan nog veranderen. Hé, hey, laten we het er even over hebben dat de productie van de schroeven heel goed gaan. Daar ben ik heel blij mee. En nou nog de beton. Want waarom gaat het zo langzaam? Ja, dit gaat gewoon niet goed. I see. Dus wij moeten zo snel mogelijk die andere erbij gaan doen. En dan gaan we gewoon een enorme brug eroverheen maken, denk. Naar die container toe. I guess that's it. Yo, fucka. Ik heb ook nog een video gemaakt, als je die niet hebt gezien, van dat ik Valorant speel. Zeker een aanrader, dat ging heel goed. Dus ja, als je die nog niet hebt gezien, kijk hem zeker, hij is superleuk. En als jullie meer willen zien, dan laat het weten sowieso. Goed, miner, die zetten wij zo neer. Huppatee. Right, dat hebben we. Sorry, ik zat even. Oké, wow. Weird. Cables en reinforced plates hebben we nu nodig. Nog. Als je afvraagt waarom ik elke keer zo spring, ja, dat is gewoon sneller. Die nemen we mee, huppatee. En die, hoeveel zit erin? 15. Ja, het gaat oké, maar het kan nog veel sneller. Zeker weten. Kijk, die productie gaat ook wel lekker, denk. Ja, zie. Tot nu toe. Voor nu is het gewoon prima. Maar later hebben we echt betere productie nodig. Maar daar gaan we ook een tractor over langs laten gaan. Voor plekken waar wij moeilijk langs kunnen. Dus bijvoorbeeld dat koper wat helemaal daar zit. Kijk maar. En oh, daar dan. Nou, daar dus ook. Gaan we gewoon een tractor naartoe laten stromen.
En dan haalt hij het op voor ons en brengt het gewoon weer terug naar ons. We kunnen automatische route afstellen, het is heel vet. Maar dat zien we later allemaal wel weer. Heb ik ook genoeg iron plates voor? Ja, vast wel. Oké. Cable is made. Kijk al die kabels hier. Ja, het ziet er grappig uit. Kijk, nou is het gewoon echt, echt heel lelijk gewoon. I know. Maar dat verandert ook allemaal weer. Komt allemaal goed. Oké, constructor. Die zetten wij. En die kunnen we niet daarop zetten, want dat is te hoog. Als we nou hierop zetten, dan is dat waarschijnlijk de stijl precies. Dus moeten we een beetje zo doen. Dit zou ook niet goed zijn, blijkbaar. Dit is goed. Terwijl we nu weer omhoog moeten, dat is het probleem. Concrete. Ik zou graag deze willen neerzetten. Eén keer plaatsen en dan zo omhoog willen gaan. Eentje hoger misschien. Oh, dat kan niet eens. Oké, nou, zo hoog dan. Die daarop. En dan gaan we die helemaal daar naartoe trekken. Maar we moeten af en toe even een stopje zetten. Nee, pak. Zo. Zo. Hoppatee. Nou, dan gaan we weer een stukje verder lopen. En dan plaatsen we hier nog eentje. Kijk eens aan. Kijk, dit is nog een hele lange. Langzame. Wow, goed. Een langzame. Lopende band. Maar dat, ook dat gaat allemaal veranderen straks. Oh, fuck. Waar zijn we hier? Hold on a sec. Goed, dan doen we zo naar die toe. Dit kost zoveel materiaal, jongen. Maar het is wel grappig, want ik heb het nooit echt zo'n lang ding gemaakt. Dus laten we er dan eentje hier neerzetten, zo. Huppatee. Goed, dan wil ik deze een beetje veranderen. Namelijk, storage, die wil ik zo neerzetten. Dan zet ik daar een merger voor. Naar die toe natuurlijk. Huppatee. Die gaan daarin. Die gaat hierin. En deze gaat zo connecten. Mooi. Dit ziet er echt super cool uit. En nou is het nog een kwestie van stroom aanleggen. Dus huppatee, die en die. Waarschijnlijk gaat nu het stroom uit. Nee? Niet. Oké. Nou, mooi. Dan hebben we een enorme brug. Vette shit. Even kijken hoor. Hoe gaat het? Ja, kijk, daar ging hij. Ja, dat dacht ik al. Dan moet ik even nog zo'n biomas ding neerzetten. Kijk maar gaan, jongen. Holy shit. Let's go. Oké. Een biomas burner. Dat was het. Zo heette dat ding. Die zetten we maar lekker ook hier neer. Niet speciaal neerzet of zo. Kwak. Die kunnen we nog aan deze toevoegen. En dan moeten we hier ook natuurlijk nog stroom in doen. Dus ik zet hem snel aan. Alles gaat weer aan. En dan moet ik snel stroom maken. Snel.
Ja, het volgende waar we dus even voor moeten gaan is voor een chainsaw, maar dat komt goed, komt goed. Beetje bij beetje. Ja, hoeveel concrete heb ik nu in totaal? 111. Nou, nu inmiddels 27. Hoe loopt... Ah, kijk. Daar komt wat aan, hoor. Daar zag ik wat aankomen. Hold on a sec. Kijk. Daar komt het aan. Een enorme lange... lopende band, hoor ik hem even niet op. Jezus. Ah, nice. Ja, kijk. De productie gaat gewoon niet snel, maar omdat het er nu twee zijn... gaat het zoveel beter. Nou, guys. Nou, dit hebben we gefixt in ieder geval. Kijk even serieus hoeveel we al gebouwd hebben in twee afleveringen. En later wil ik natuurlijk echt een enorme fabriek maken. En treinen erin laten komen. En lopende banden die supersnel gaan. Gruwelijk. Ja. Dan kunnen we eventjes dit erin dumpen. Ja, ik ga nog even inmiddels even wat biomass fixen. Als ik even een chainsaw kan maken straks, dat moet ik nog leren ook. Dus het komt waarschijnlijk volgende aflevering of die aflevering daarop. Maar dan kan ik even heel wat hout hakken. En met dat hout kan ik heel veel biomassa maken. Ja, dan zijn we voor eventjes... wel voldaan. Maar voor nu. Kijk, hier zit ook nog iron. Hey, weer die klote kutbeestje, man. Kom hier dan. Ah, zo neer. Even kijken. Hey, is dat ook nog concrete? Limestone bedoel ik. Dat het geen limestone is. Ik dacht serieus dat het limestone was. Oké. Nou, dan is het niet. Heel wat liefst. Oppakken. Ja. Kijk, het gaat wel goed. Het kan ook wel. Het is even ingewikkeld om te starten. Maar later, als alles automatisch gaat. Ja, dan kan je echt grote bouwwerken maken. En grote projecten. Ik ben nog nooit in mijn eentje zo ver gekomen. Kijk, ik had wel met vrienden die toen speelden. Maar die gingen dan zonder mij ook verder. Wat ik helemaal niet erg vond hoor. Maar dus ik heb de helft niks niet meegemaakt. Dus ik weet ook niet hoe zoiets werkt of zoiets, weet je wel. Dus ja. Lijkt me ook vet. Want je kan dus ook later een soort van buizen maken waar dan ingezogen wordt. En dan kan je echt zo snel. Transporteren gewoon. Dus dan kunnen we ook helemaal de andere map, andere kant van de map naartoe als we dat willen. Maar we daar ook een basis maken of zoiets. Ik zeg maar wat. Goed, hoe loop je met de biomas? Hier prima, hier prima. Hier oké. Hier minder oké. Snel hier wat plukken nog. En wat craften? Dan pak ik zo ook nog eventjes snel dat concrete. Oh, stoot tegen mijn mic aan. Oeps. Dan pakken we zo ook nog even dat concrete. En kunnen we dat nog even inleveren. En dan is het wel mooi geweest voor deze aflevering. Ik vind het echt weer leuk om video's te maken. Ik zit er ook weer helemaal fris in. Oeh. Ik ben er blij mee gewoon. Kijk, lekker wat biomas. Als ze gewoon allemaal even lekker volledig vullen, gewoon. Nice. Huppatee. Nou, dan gooien we die weg. Omdat ik vervelend vind om me elke keer over te houden. Gooien we die helemaal vol. Die helemaal vol. Die. Die en die. En die en die. Nice. Allemaal zitten ze vol, dus ze kunnen wel eventjes.
Vooruit. Ik dump hier eventjes weer wat in. Sorteer, sorteer. Handig dat het allemaal één knopje voor is. Goed. Hoeveel zit erin? 63. Kijk, dat gaat toch even wel wat sneller. En zoals ik al zei, dit zijn langzame conveyor belts. Dus het gaat ook langzaam. Maar dat gaat allemaal veranderd worden. Oké, dus als het goed is, kunnen we deze nu afronden. Klik. En op de grote druk op de knop. Bam. Heboem. Nou. Nou kunnen we foundation zo maken. Dus kunnen we langzamerhand een basis gaan bouwen. En dan doen we de volgende. Of deze. Of. Nee, eerst deze. Dus trek nu die aan. En ik haal nog even alles op en dan. Zeg ik alvast tegen jullie, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video nou leuk? Beloon het dan zeker met een duimpje omhoog. Ben je ook nog niet geabonneerd? Abonneer voor zeker op mijn kanaal. Ik heb ook een poll achtergelaten. Een poll, dat is een keuzevraag. Heb ik achtergevraagd van wat zouden jullie meer willen zien? Valorant, Valorant of... Satisfactory, wauw, ik kwam er even niet op. En dus daar kan je ook op stemmen. Kan je gewoon makkelijk vinden door op mijn YouTube te gaan. Maar het makkelijk vinden. En dan wil ik jullie eerlijke mening horen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond het leuk om met een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer me zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Doei doei! Later!